Vandaag, dinsdag 14 april, zijn we te gast in de Bouwkuip aan de Kei bij Hurks BV. We mochten als een van de eerste filmen in de min 2 parkeergarage die bijna gereed is. En hierboven sta ik in de Irmgardpassage, de nieuwe winkelstraat voor het winkelcentrum aan de Kei. Marcus Meets, uitvoerder bij Hurks. We staan hier in de Irmgardpassage. Nog niet te zien, maar binnenkort dus wel. We zijn beneden geweest, parkeergarage min 2 en min 1. Min 2 is eigenlijk helemaal klaar. Ja, dat klopt. De vorige keer dat er beelden geschoten zijn, waren we de min 2 vloer aan het storten. Dat was eind januari. Daarna hebben we natuurlijk de min 1 gemaakt. En afgelopen vrijdag, begin april, is het eerste deel van de begane grond gestort, waar we nu staan. Achter mij dus dat straatje, het winkelstraatje wat er gaat komen. Half april, de 18e, wordt het middendeel gestort. Dat is de roestige ijzer dat je ziet. En eind april wordt het laatste deel van de nulvloer gestort. En dan is eigenlijk onze kelder gereed, is het gat weer helemaal gevuld en is de kelder in feite constructief klaar. Dan zijn we begane grond. Dan zien we hier overal grote betonnen blokken liggen. Waar dienen die voor? Nou, die betonnen blokken zijn allemaal prefab wandelementen. De klommetjes tussen de kozijnen, de dragende elementen, dus constructief, maar ook de niet-constructieve delen. Het wordt grotendeels prefab aangevoerd. Allemaal om de snelheid, de planning te kunnen halen. Nou, heb je er straks verteld, over een week of 5, 6, dan staat eigenlijk de eerste etage klaar. Klopt dat? Ja dat klopt. Hier aan mijn rechterkant zijn ze de eerste wandelementen aan het zetten van de liftschacht en het trappenhuis wat er gaat komen tegenover de bakkerij. Dat betekent dat het heel voortvarend te werk gaat. Liggen jullie op schema? Ja, we mogen zeggen dat met plussen en minnen dat we goed op schema liggen. En natuurlijk, het weer zoals je nu ziet is schitterend. Dat zal ons nu niet, maar misschien wel deze winter nog een keer parten spelen. Wat is jullie planning? Wanneer is het helemaal klaar? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk voor mij om nu al te zeggen. Wat ik net zeg, die winter die nog gaat komen. Maar laten we een jaar verder zijn, dan zullen we een heel eind op rit zijn. Nou, vandaag was het alleen maar open voor de pers en straks voor de omwonenden. Vanaf zaterdag 13 juni, dan is de dag van de bouw. En dan kan eigenlijk iedereen eens een kijkje komen nemen hier op de begane grond van het in aanbouw zijnde winkelcentrum aan de Kei in Valkenburg.